De voortallige gemeenteraad van Tiel wil dat het voormalige VVV-gebouwtje op de Veemarkt voor de stad behouden blijft. Wethouder Melissen gaat met verschillende partijen in gesprek om te bezien welke bestemming het gebouwtje in de toekomst gaat krijgen. Het ligt in de bedoeling om het oude pand aan de gracht in oude luister te herstellen. Ik denk dat het belangrijk is om even met elkaar vast te stellen wat de situatie eigenlijk was. De opdracht was: sloop ze. Nou, er is er inmiddels één gesloopt. En bij de tweede constateer je dat er in de samenleving verschillend over wordt gedacht. En dat heeft ertoe geleid dat ik afgelopen maandag een gesprek heb gehad met vertegenwoordigers van... en ik wil u dat gewoon even vertellen. Met vertegenwoordigers van Waardevol Tiel. En dat ging over deze kiosk. En zij hebben uitgelegd de waarde van de wederopbouw en ga zo maar door. Vervolgens was de reactie van mij, dus het college, van oké, sloop is definitief weg. Dus eigenlijk zouden we met elkaar moeten kijken van als we de sloop zouden uitstellen, wat zou dat dan voor u betekenen? Gaat u dan nadenken over een functie voor dat pand? Gaat u nadenken over hoe wordt het dan beheerd? En gaat u dan een soort plan maken daarvoor? Want wij als gemeente hebben niet geld. We hebben geen geld om dat ding, in stand te houden. Dat is op dit moment ook de werkelijkheid, hè? En daar konden zij zich in vinden en we hebben met elkaar een termijn afgesproken van, nou, we hebben zoveel tijd nodig om na te denken over de vraag, kunnen we met een plan komen? Dus wil ik toch maar even wijzen op burgerparticipatie. Dus in die zin snap ik de woorden van het CDA. En op het moment dat dat plan een goed plan zou zijn, dan denk ik dat we hier met elkaar erover moeten spreken van, oké, we gaan hem niet slopen, dus we stellen de sloop uit en als dat plan wordt goed wordt gevonden, dat we dan daarmee verder zouden kunnen gaan. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te zeggen, laten we dan het moment van sloop in ieder geval uitstellen. En laten we eerst kijken of een plan vanuit de samenleving zou kunnen slagen.